Wat leuk dat je kijkt. Ik ben Sarah en ik heb heel veel zin in deze video, want ik ga lekker pakketjes uitpakken. En een paar van deze pakketten liggen al een paar dagen op mij te wachten, dus ik kan me echt niet meer inhouden. Mijn handen jeuken gewoon om ze open te maken. Van één ding weet ik al wat het is, maar van de rest is het een verrassing. En sowieso heb ik die items ook nog niet in het echt gezien, dus ik ben echt super benieuwd of het net zo leuk is als het eruit zag. Mocht je mij nog niet kennen, hallo, welkom, ik ben Sarah. En ik maak video's over beauty en fashion en daarnaast upload ik wekelijks minimaal één vlog. Dus mocht je dat interessant vinden, dan zou je je kunnen abonneren en dan blijf je lekker op de hoogte van mijn nieuwe video's. Goed, ik ga jullie even laten zien wat er allemaal in deze video gaat komen. Dit ding is letterlijk ongeveer even groot als ik ben, maar het is deze Giant Omoda box. Hij is echt heel zwaar ook. Dan hebben we dit super toffe psychedelische pakketje. Ziet er wel heel betoverend uit. Ik heb geen idee wat dit is. Excited. En last but not least hebben we de Beauté Evoque box. En die krijg ik ieder seizoen. Maar ik weet nog niet wat er in deze editie zit. Ik ga gelijk beginnen met deze box. Ik heb hem nu toch op mijn schoot. Dit is een box die je kan bestellen. En dat kun je doen zonder een abonnement af te hoeven sluiten. Dus dat betekent eigenlijk dat je vrijblijvend hem voor één keer kan kopen. En je ziet ook altijd al precies wat erin zit. Dus je kan heel erg goed bepalen of je het wel of niet het geld waard vindt. En het is dan ook nooit een teleurstelling. Dit is de zomereditie en er zit een waarde van €267 aan producten in. En de verkoopprijs is €64,95. De zomereditie is vanaf 10 juli. Dat is vandaag als ik dit film. Om 7 uur te bestellen en er is altijd een beperkte voorraad. Dus als je hem wil bestellen, let op. Altijd full-size producten uit de nieuwste collecties. Je weet altijd van tevoren wat erin zit. Altijd minimaal 22 beauty producten, geen abonnement en het is seizoensgericht. Dus dat is heel erg leuk. Ik vind echt, het is een heel tof idee. En op deze lijst zie je ook precies wat zeg maar de waarde in de winkel is. Nou is dat altijd wel een beetje de hoogst mogelijke waarde, heb ik de indruk. Maar alsnog, je kan je wel voorstellen als je hier €65 voor betaalt en de som van deze producten is €267, dat je echt een flink goede deal hebt. Zeker als je bijvoorbeeld zoiets hebt van, nou sommige producten gebruik ik niet, maar mijn moeder wel of een vriendin. Kun je het natuurlijk ook samen aanschaffen. Ik ga snel kijken. Hier hebben we de Hot Bronzing Collection Eyeshadow en Powder. Ziet er heel leuk uit. Het is een doosje. Oeh, heel mooi. Even die beschermlaag eraf halen. Wow, dit zijn allemaal baked producten. Wow. Hele mooie highlighters. En ook nog allerlei andere mooie producten. Love it. Die vind ik leuk. Dit product valt echt meteen op. Super kleurrijk, de Colette Dry Shampoo. En dit merk is best wel nieuw volgens mij. Het is van Kruidvat, dacht ik. En ik ben heel erg blij dat ik deze kan proberen. Want droog shampoo gebruik ik heel regelmatig. En ik heb hier al goede verhalen over gehoord. Er zitten ook haarproducten in van Aussie. De Volume Shampoo en de Volume Conditioner. Volume in mijn haar. Ik hou ervan. Ik ga altijd voor volume. Dus dit vind ik ook helemaal top. Dan zit er een wimperkruller in van Ideal. Er zit ook nog een maskertje in van Aussie. Of eigenlijk een deep conditioner. Maar dat is volgens mij een beetje hetzelfde idee. De 3 Minute Miracle. Oh, daar heb ik ook veel goeds over gehoord. Dus daar ben ik ook erg benieuwd naar. En het is echt een haareditie. En ze zijn heel erg gericht op de zomer. En dat je haar het best wel flink te verduren krijgt met de zon en het zeewater en zo. Want er zit ook een voedingssupplement in. Om je haar sterker te maken. Dus dit is gewoon homeopathisch. Dit is geen medicijn of zo. Maar je hebt geloof ik ook zulke soort dingen voor bijvoorbeeld je nagels. En dit zou dan dus je haar sterker moeten maken. Best wel interessant. Kijk nou jongens. Dit is gewoon puur goud. Hoe mooi. Wat is dit? Van Yves Rocher. Het is een olie om je huid te laten shimmeren. Maar volgens mij shimmer je dan echt de pan uit. Ik weet niet hoor. Maar nou ja, maakt niet uit. Misschien kan je het ook wel mengen. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd. Ik ga even ruiken ook. Het ruikt heel lekker. Naar amandel of zo. Heerlijk hoor. Ik denk dat het wel een heel fijn product is. Maar het is super vloeibaar. Dus ik durf het niet nu te testen. Er zit nog een product in van Yves Rocher. En dit is een zonnemelk. Dat is ietsje dunner en dat smeert heel makkelijk uit dan de meeste crèmes. En deze heeft SPF 15 en het is een spuitflacon. Dan zitten er 2 vrolijke nagellakjes in. 1 klassieke rode kleur
En een mintgroene, ook altijd heel leuk voor de zomer. Dan hebben we een oogcreme van Olaas. En deze helpt tegen donkere kringen, rimpels en vallen. Dus dat is altijd ideaal. Ook zit er van Yves Rocher een hele mooie gouden huls in. En dit is een lipstick in de kleur Satin of Grand Rouge. Het voelt alsof mijn er los zit. Ik ga even kijken. Oeh ja, dit zit er los in. Maar de lipstick is gelukkig nog onbeschadigd. Maar mijn verpakking is een beetje stuk, maar het ziet er prachtig uit. Het merkje zit ook echt in de lipstick en het is echt een kleur die ja, precies wat voor mij is. Dus ik ben wel heel benieuwd om deze te proberen en misschien kan ik de verpakking wel even aan elkaar lijmen of zo. De Beauty Evokebox krijg ik dus opgestuurd, maar er wordt nooit aan mij gevraagd of ik het wil laten zien. Maar ik vind het zelf altijd heel erg leuk. Dus dat dat even duidelijk is. En als hij een keer tegenvalt, dan zeg ik dat ook altijd eerlijk. Van Nivea zit er een Cellular Anti-Age Creme in. En die zou dus eigenlijk je huid verstevigen doordat er collageen in zit. En dan vult hij een soort van de deukjes, dus de rimpels op. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Want ik vind dat altijd klinken alsof het eigenlijk een fabeltje is. En ik ben dan wel benieuwd of het misschien toch werkt. Van Knijp een hele vrolijke roze fles. En dit is een douchefoam. En ik hou van schuim onder de douche. Dat vind ik echt ontzettend fijn. En de mijne zijn nu op. Dus ik ben blij dat ik deze heb. Want die ga ik zeker als volgende doucheproduct gebruiken. Van Decabal hebben we een kalmerende gel. En deze is parabenen- en parfumvrij. Ik vind dat een beetje saai. Maar dat is dus ideaal voor mensen met een heel gevoelige huid. Of die snel eczeem hebben. En ik geef deze gewoon weg aan iemand die ik ken die ook veel huidproblemen heeft. Dan hebben we Inecto en dit is de Coconut Body Lotion. Ik vind kokos heel erg lekker, maar ik heb inmiddels veel producten van Inecto. De Beauty Evokebox is elke keer anders, maar je merkt wel dat bepaalde merken gewoon regelmatig terugkomen. En daar is Inecto er ook eentje van. Net als bijvoorbeeld Decabal en Aussie. Dan hebben we een Facial Clay Mask van Vulcan Earth. En hier staat dat hij 100% natuurlijk is en chemicaliënvrij. Hij is ook voor alle huidtypen geschikt, ook voor de meest gevoelige huidjes. Ik vind maskertjes uit een tube altijd wel heel erg fijn. Beter dan van die eenmalige dingen, zeg maar. Dus die ga ik wel testen. Oh, nog iets van Aussie, de Beach Waves. Deze heb ik eerder gehad en dit vind ik echt een fantastisch product. Krijg je echt zoveel textuur in je haar. Het voelt wel een beetje stroef aan. Maar ja, dat is precies wat er ook gebeurt bij mij. Tenminste, als ik echt naar het strand ben gegaan. Dus ik hou daar wel van. Dan zit er een blushkwast in van Ideal. En er zit ook een liquid eyeliner pencil in. En deze is van Bibi. En als leuk extraatje zitten deze hele schattige oorbelletjes erin. Vaak zit er zeg maar één fashionachtig ding in. En ik moet zeggen, ik vind deze wel heel erg leuk. Meestal hoeft dat voor mij niet zo. Maar dit vind ik echt schattig. En de laatste tijd zie je weer veel meer opvallende oorbellen. En ik wilde dat eigenlijk gaan uitproberen. Dus dat is leuk. Ik zie nu dat er ook nog een vouchercode bij zit waarmee je 20% korting krijgt op Vulcan Eyes Earth. In ieder geval op het merk van dit maskertje. Ik vind het weer een hele leuke box. Er zit een leuke afwisseling in van producten die eigenlijk bijna iedereen wel gebruikt. Zoals gezichtscreme, shampoos en douchegel. Maar ook dan net wat spannendere dingen die het ietsje minder standaard maken. Zoals dit potje. Nou, dat vind ik er echt wel heel erg interessant uitzien. Ook vind ik het best grappig dat ze een keer hebben gekozen om een supplement erin te doen. Ja, dat zou ik zelf niet zo snel kopen, maar ik ben wel benieuwd om het te proberen namelijk. En de droogshampoo van een heel erg nieuw merk ben ik ook ontzettend benieuwd naar. En dit is toch ook echt wel een pareltje. Dus voor mij is dit echt een hele leuke box. Ik ga nu verder met Omoda. Jullie kennen Omoda misschien wel. Omoda is een schoenenwebshop. En ik ben echt een ontzettend gelukkig meisje. Want ik mag daar iedere maand schoenen uitzoeken. Wat ik echt nog steeds even bijzonder vind. Heel blij met deze samenwerking. En de enige voorwaarde is dat ik er één keer in de maand een vorm van aandacht aan geef. Of dat nou in een outfit op Instagram is met een tagje of wat dan ook. Dat voelt voor mij ook helemaal niet commercieel aan. Want ik deel toch al mijn looks. En ik zet er wel altijd hashtag gekregen bij en zo. Zodat het gewoon duidelijk voor jullie is dat ik ze niet heb betaald. Maar ik mag altijd zelf uitkiezen welke schoen ik ontvang. Dus ja, je weet dan eigenlijk altijd ook wel dat degene die ik heb, dat ik die ook daadwerkelijk heel tof vind. En nu mocht ik voor 2 maanden bestellen, omdat ik in augustus op vakantie ben. Maar goed, we gaan even beginnen met het paar schoenen dat ik voor mijn moeder heb uitgezocht. Dat is een paar van Gabor. Deze hebben jullie in de vlog kunnen zien, want dit zijn de enige die ik al had uitgepakt.
omdat ik ze dus aan haar wilde geven. Maar we gaan proberen ze een half maatje groter te bestellen. Dat zit waarschijnlijk net wat mooier. Dit zijn ze. Je moet het zwarte even wegdenken, want dat is gewoon zodat de vorm mooi blijft. Ze verzenden de schoenen altijd ontzettend goed bij Omoda. En nou, dit voetenbed van het merk Gabor is altijd fantastisch. Ze zei ook echt, ze lopen als pantoffeltjes. Ik heb zelf ook een paar schoenen, een soort brogues van Gabor en ik kan het ook echt beamen. En wat mij meteen opviel is dat ze echt ongelooflijk licht zijn. En ik vind het heel leuk dat je een sportief detail hebt van die witte zool en dan toch hier een heel klein stukje van dat gevlochten. Ja, super leuk. Maar we gaan dus gewoon even kijken of ze een half maatje groter nog er zijn, of dat lukt. En anders gaan ze wel lekker voor deze, want het past wel, maar net dat je denkt van... Als je iets naar voren gaat, dan zit je teen misschien over de rand. En ik heb mijn eerste paar Superga's. Supergaas. Ik weet nooit wie dit zegt. Ik denk Superga's, want volgens mij is het Italiaans. Maar misschien heb ik dat verzonnen. En als jullie dat merk een beetje kennen, dan weten jullie dat ze bekend staan om de mega plateauzool. Het begon vooral volgens mij met sneakerachtige schoenen. En nu hebben ze dus ook espadrilleachtige schoenen. En ik heb een obsessie met espadrilles. Ja, dat ga je ook wel merken, want... Ik weet dus wat ik nog meer hier in de doos heb zitten. En dat zijn veel espadrilles. Ik weet niet wat het is. Ik vind het gewoon leuk. Maar dit ding is super zwaar. Dus ik ben heel benieuwd hoe het aan mijn voet zit. Ik vind de kleur ontzettend mooi. Het is een beetje beige, brons, parelmoerachtig. En ja, het ziet er natuurlijk wel uit als een orthopedische schoen. Ik denk dat veel mensen dit super lelijk vinden. Maar ik vind het helemaal leuk. En hoe langer ik er naar kijk, hoe leuker ik ze vind. En vooral aan voeten bij mensen. Dus ik hoop bij mezelf ook. Dus ik ga ze zeker even wat aandoen en dan laat ik jullie ook zien hoe dat staat. Want dat vind ik met schoenen altijd wel belangrijk. Vorige maand bestelde ik mijn eerste paar Fred de la Bretonnières. En ik was zo blij dat ik deze keer gewoon twee paar heb besteld. Het komt een beetje doordat ik ook heel erg fan ben van Yara. Van Yara Michels van Chapter Friday. En zij vlogt ook. En zij heeft een schoenencollectie in samenwerking met Fred. Ik zag ook helemaal hoe die schoenen werden gemaakt en die zolen helemaal handgemaakt en zo. En vond ik zo bijzonder dat ik dacht, ja, ik wil echt heel graag deze. De eerste waar ik ontzettend verliefd op ben, omdat ze zo leuk en gezellig zijn, zijn deze roze. En deze lijken heel erg op mijn andere Fred schoentjes, alleen deze zool is echt dikker. Dit is meer een plateau en hij heeft dus dat gevlochten patroontje tussen dat er ook zwart doorheen zit. Vind ik heel erg leuk. En de kleur kom je ook niet zo vaak tegen. Dus dit is gewoon nu al mijn favoriete schoentje om lekker snel aan te doen onder een simpele outfit. Zodat je toch iets bijzonders hebt aan je outfit. Heel leuk. En ze ruiken zo lekker naar echt leer. Of suede of ja, gewoon heerlijk ruikt het. En het tweede paar, dat zijn Lace Up espadrilles. Vandaar dat ik al zei, ik heb echt veel espadrilles. Ik hoop dat ik deze goed kan laten zien, maar dit is echt een prachtige wijnrode kleur. En het is eigenlijk een soort van heel klein wedge hakje, maar hij is helemaal niet hoog. En dan zit hier dit super toffe lint wat je zo kan kruisen om je enkels. En dan kun je zelf kiezen hoe hoog je dat vaststrikt. Ik moet zeggen, ik vind het zelf heel mooi om het wat hoger te doen, maar dat zakt vaak naar beneden. Dus het is ook gewoon leuk om het een paar keer laag om je enkel heen te strikken. Heel erg leuk. Wat ik ook nog eens ontzettend leuk vind is dat ze deze schoenen ook nog in andere kleuren verkopen. In roze en zwart. En ze hebben dan dus ook nog een zwart en een roze lint erbij. En daar kun je die gestreepte voor omwisselen. Dus ik kan lekker color clashen met het roze. Wat me echt super grappig lijkt. Of gewoon voor heel basic gaan met deze zwarte. En dan heb je eigenlijk toch weer een compleet andere look gegeven eraan. En bij allebei de schoenen zat ook nog een soort van dust bag. Deze. Dus als je dan op reis gaat... Dan kun je het gewoon hierin doen en dan zorg je ervoor dat ze gewoon wat mooier blijven. En dat ze ook niet tegen je kleding aan liggen ofzo. Dus helemaal top. Als laatste heb ik een soort grote portemonnee besteld. En dit merk vind ik al heel lang geweldig. En deze lijkt me ideaal als je eigenlijk geen tasje nodig hebt. Maar gewoon een grote portemonnee voldoende is. Dit is hem. En je kan hem dus ook zo om je pols doen. En dan heb je hiervoor een vakje met een spiegeltje waar je bijvoorbeeld je lipstick in kan doen. Hierachter een vakje voor kleingeld. Van binnen heb je heel veel ruimte voor pasjes. En in het midden nog een ritsvak. Wat ik ook echt top vind is dat mijn telefoon hier gewoon in past. Hij heeft een prachtig patroontje en een hele mooie kleur die bij eigenlijk alles wel past. Wat ik ook een heel schattig detail vind zijn dit Eiffeltorentje en dit muntje wat eraan hangt.
Mocht je nou een van deze dingen zelf heel tof vinden, ik zet altijd de linkjes hieronder als het product nog verkrijgbaar is. En dan kun je zelf even een kijkje nemen. En dan, last but not least, tenminste dat denk ik, want deze verpakking ziet er echt gewoon super leuk uit. En ik weet echt niet wat dit is. Wat is het, jongens? Wat is het? Oeh, make-upjes. Hey Sarah, bij deze nieuwe Prism collectie van Primark. Perfect voor het festivalseizoen. Leuk, de nieuwe collectie van Primark. Ik heb het ontvangen van Ona, een PR-bureau. En kijk dan, dat papier. Hoe leuk ziet dit eruit? Ik kan niet wachten om dit verder te bekijken. Deze heb ik de vorige keer serieus bijna gekocht bij de Primark. Ik ben blij dat ik het niet heb gedaan. Dit is de Glitter Fix Face Art Kit. Dus er zit een lijn die gewoon geschikt is voor je gezicht bij. En een soort van hele grappige feathery glitters en blauwe en roze glitters. En dan kun je hele leuke patroontjes maken. Wat inderdaad voor een festival super tof is. En de prijs hiervan is 3 pond. Er staan pondprijzen op. In euro's is dat dan net wat minder als ik het goed zeg. Dan hebben we hier ook een kit met steentjes. Die kun je dus gewoon rechtstreeks opplakken. Hoef je geen lijn meer voor te gebruiken. En deze noemen ze de Rainbow Tears. $1 of 1 pond 50. Sorry, pond. Dan zitten er ook krijtjes in. En ik heb dit gezien bij Lotte's video. En die kun je in je haar gebruiken om er een soort van subtiel kleurtje in te krijgen. En die zijn in hele leuke pastelkleurtjes. En ik zie wel dat bij mij de roze al een soort van de punt eruit is. Dat is wel jammer. Jongens, mijn hand zit onder de glitters. Dat kan denk ik niet anders dan van dit potje komen. Oeh, die is kapot. De verpakking is open gegaan. Dit is Hello Graphic. Oh nee, het is de highlighter stick. Hij is stuk volgens mij. Ik moet even kijken of mijn highlighter stick niet helemaal stuk is. Want er komt super veel poeder overal vanaf. Maar ik zie nu al dat dit echt een soort blauwe glans is. Het is echt super tof. Wacht, ik ga het even op mijn hand smeren. Kijk nou, er zit echt zo'n blauw-paarse glans overheen. Dat is in ieder geval heel erg cool. Dus ik hoop dat ik deze nog kan fixen, want het zou heel jammer zijn als die stuk is. En deze is 4 pond. Ook heb ik hier de Mermaid Glow Highlighter. Mooi patroontje en die is 3 pond. En dit is volgens mij gewoon echt een super zilveren highlighter. Ja, echt straight up zilver. Een beetje zo'n ijsprinses glans, maar dat is wel heel tof voor een festival. Dan mag je gewoon lekker over de top, vind ik. Oeh, dat is tof. Deze metallic lipglossjes heb ik getest gezien in een video bij Lotte en bij Tara en Larissa. Dus als je daar benieuwd naar bent, ik zal ze even linken, want zij laten helemaal zien hoe het er op de lip uitziet. Ik laat het nu even zitten om dit echt een unboxing te houden, want de video is al heel lang. Maar misschien komt het ook nog wel in een tutorial voorbij in de toekomst. Oké, jongens, wat er kapot is, is duidelijk. Het komt uit dit oogschaduwpalet. Het Prism oogschaduwpalet. Ik durf hem eigenlijk niet open te maken, want de middelste zilveren poeder zit helemaal overal. Dus dat moet ik even ergens doen boven een wasbak. Maar dat betekent dat mijn highlighter stick het nog doet. Maar dan wat ik geswatcht heb, was dan eigenlijk een oogschaduw. Super verwarrend. Wacht, ik ben zo terug. Ik moet het even fixen, want het is echt één grote teringbende. Ik heb het even schoongemaakt, maar dit is het oogschaduwpaletje. En helaas is mijn middelste kleur, dat was een lichte, wittige kleur met een hele bijzondere blauwe glans. Zag ik net aan mijn vingers. Die is helaas gesneuveld, maar de rest die zit er gelukkig nog wel in. Dus ik zal even een paar keer met mijn vinger over de kleur. Die blauwe ziet er ook wel heel tof uit. Wow. Dit zijn in ieder geval de kleuren die ik nog wel kan laten zien. Heel bijzonder. Vooral die blauwige. De highlighter stick poging 2. Nu weet ik zeker dat ik de highlighter stick ga swatchen. Het is cream. Maar hij heeft inderdaad wel diezelfde super toffe glans. Dit is hem. Wauw. Heel mooi. Echt wel heel bijzonder. Die ga ik zeker een keer gebruiken bij een look. En dan als laatste zitten er ook glitters voor je haar. Roze en een soort doorzichtige die allerlei kleurtjes hebben in het zonlicht. En shimmer sticks die je op je ogen kan gebruiken in heel veel verschillende kleuren. Deze is 2 pond en deze 3 pond. Leuke collectie en inderdaad echt wel heel festival inspired. Ik word er wel heel vrolijk van. Ben benieuwd wat jullie ervan vinden en of jullie al iets hiervan hebben geprobeerd. Let me know.
Of dat jullie benieuwd zijn dat ik iets in een look ga gebruiken. Ik ben nu echt een soort van unicorn met al die glitters, maar ik ga snel de video afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze te zien. Als dat zo was, lijkt het me tof als je een duimpje omhoog doet. En dan hoop ik jullie weer te zien bij mijn volgende video. Doei doei!